Melchior van Red Rod E-Bikes. Hoort, tracker geïnspireerd, vrij onverveerd. Heeft een absolute ultra-tele transmitterie, superformulerijne, fantacolosachtige opdracht binnen van een, ja, volgens mij mogen we hem wel één keer noemen, een supermarktgigant. En dat is dan uiteindelijk terechtgekomen bij, ja, volgens mij een superheld voor Nederland, die we zo uitgelegd krijgen, Melchior, toch? Ja, zeker. Want ja, volgens mij heb je je klappertje binnen voor de rest van je leven. Ja, om het even. Klappertje, maar het is een mooi begin. Maar laten we eens even gaan kijken hier binnen. In het Schiedamse. Zwart na zijn range, zoals we zijn. We zetten u even uit en dan zijn we zo weer bij u terug. Binnen en wel heel vlug. Ah. Zo. Gaan we even voor Melchior, Plomfloor. En dan hebben we ze hier gelijk vol in beeld. Full steam. En dit zijn ze dan. Ja, dat zijn ze. Maar welke hebben we dan uiteindelijk gemaakt voor de man die we nog niet mogen noemen, die we uit jouw mond gaan vernemen? Om het even. We hebben het allemaal al gezien, volgens mij. Te linker. Sowieso was hij op NOS, RTL Boulevard. Maar ik heb hem mogen bouwen namens Jumbo Supermarkt, Frits van Eerd. Ja, de grote baas. De grote baas voor Max Verstappen. Kijk. Kijk. Die naam wilde we horen. Heb je nog niet veel speed? Ja, even rijden, even wachten. Hè? Want het is natuurlijk wel wennen. Ja, in plaats van... Kijk eens, helemaal smile ook zelf. Een boekje. Oh! Remmetest. Bewijs dat hij inderdaad goed in de hoogijzers te hangen valt. Nou, we dachten. Nog wat aan toe te voegen, zeker op af te dingen, Melchior. Ja, kijk. Dat is wel een cooler dan. Met een smile. Dat is een fijn eindshot, zegt dit. Er zit goed snelheid in nog. En vol in de remmen. Durf bijna niet te vragen. Ik wil er alleen maar even op zitten om het Max Verstappen voor gevoel te krijgen. Maar ik ga er niet mee rijden, want ik wil het niet om me geweten hebben dat ik ermee op mijn plaat op mijn kiets ga. Met de fiets. Mag het? Ja, mag wel. Kijk, als jij dan heel even de honneurs wil aannemen, dan nemen we zo lekker een glaasje water er nog op. De afloop. Kijk. Nou, dat neem ik het nu, neem ik nu over. Nu Jack in ieder geval een klein Max-gevoeletje. Hier zat hij op, hè? Ja, hier zat hij op. Ja, dat gaat er de komende tijd nog heel veel van plezier van hebben. Dus, en is hij dan ook voor de eenvoudige sterveling, de kleine lui, al dan niet zinloos bezig, bebellen bestelbaar? Ja, kan als je spaart, zeker. En dan vinden we je terug op redrodebike.com. En Instagram, Red Rod E-Bike. En niet een L, maar op com, ja. Dan vind je het toch wel. Ja, en als je wil mailen, info ervoor. Info dan ben je van harte welkom. Ja. Mevrouw, nog even doorsparen. Want ik denk als hij de prijs gaat noemen, dat je mondhoeken uitscheuren. En nu gaat het weer met de plantjes aan het werk, hè? Helemaal oké. Nog één snelle spurt, want het is helemaal elektriek. Helemaal op prik, op stroom. En al 120 jaar oud, hè? Want het is helemaal niet Novi. Nou ja, nee, de eerste patent op het achterwiel was in 1895. Dus ja. Hé, maar ik ga je zien, Jack. Mazzel! Pas op, beetje los in het gebit.